APA Suriname Corporation heeft gisteren $50.000 geschonken aan de masteropleiding in Petroleum Geology van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Het geld is bestemd voor onkosten van opleiding, maar ook als studiebeurs voor studenten die daarvoor in aanmerking komen. Aishel Munesar Bradley, External Affairs Representative van APA Suriname, zegt het belangrijk te vinden dat het bedrijf investeert in deze vorm van capaciteitsversterking. We hebben in 2015 kennis gemaakt met professor Wang. En hij heeft ons toen uitgelegd over de course. Het was toen heel erg gericht op geology. Intussen is het ook meer petroleum, zijn er meer petroleumvakken bijgekomen. De studenten worden opgeleid door mensen van TU Delft en mensen uit van Suriname. Allemaal volgens het curriculum en allemaal en de studie is ook geaccrediteerd. We zijn dus heel blij dat wij een bijdrage hieraan mogen leveren. Een deel van het bedrag is bestemd voor de course en de kosten voor het budget. En het andere deel van het bedrag is voor scholarships. De studenten die de studie graag willen doen, potentie hebben getoond tijdens de bacheloropleiding, maar het geld niet hebben. Die gaan door een screeningproces en kunnen zo in aanmerking komen voor een scholarship. Professor Theo Wong, die verbonden is aan de masteropleiding, zegt dat de opleiding al tot 2 maal toe volledig is geaccrediteerd en erg succesvol is. We begonnen met 10 studenten in 2010. En dat waren eigenlijk allemaal employees van Staatsolie. En nu is het zo dat we met de 5e cohort bezig zijn. En het aantal studenten is gegroeid naar 20, waarvan de helft ongeveer ook bij Staatsolie werkt. Maar je ziet toch een groeiende belangstelling bij afgestudeerde bachelorstudenten om bij ons die opleiding te volgen. Bij de volgende cohort van de masteropleiding Petroleumgeologie van 2023 zal ook de nieuwe dimensie worden meegenomen dat er offshore Suriname veel olie wordt gevonden. APA Suriname is een dochteronderneming van Apache Corporation in Houston, Texas en heeft een production sharing contract met Staatsolie voor blok 53 offshore.